Vandaag het rondje Noord-Oostpolder. Wat is daar toeristisch gesproken te beleven? We kennen natuurlijk allemaal wel het werelderfgoed, Schokland, maar er is eigenlijk, denk ik, veel meer te zien. Onontdekte pareltjes. Ik ben heel nieuwsgierig waar ik samen met Hans Wijnands, wethouder die hier toerisme in portefeuille heeft, naartoe ga en wat we allemaal gaan beleven vandaag. Het is een prachtig gebied geworden, een mooie recreatieplas. Ik begrijp dat het zomers hier ook afgeladen druk is. En ik blijf het uniek vinden dat zo'n gebied gemaakt is en dan ook gewoon loopt. En het mooie is, het is nu rustig, maar in de zomer zeggen ze sinds deze ondernemer hier is gaan zitten, hebben we mooiere zomers gekregen. We kijken naar Schoterplas, Schoterveld. Het ligt eigenlijk pal achter de A6. Dat zou je zo niet zeggen als je over de A6 rijdt. En hier wordt een ontzettend mooi natuurgebied gemaakt voor recreatie. Er komt natuurlijk een geluidsval op termijn. Er komt een 4x4 terrein om zorgvuldig ook hier 4x4 te kunnen rijden en oefeningen te doen. En waar we nu hier op lopen is een evenemententerrein waar onder andere Noppoppen georganiseerd wordt. En je zou, als je er zo langs rijdt, heb je eigenlijk geen idee. Maar dit is een mooie belofte voor de toekomst. Het is een uniek gebied, hè? Schokland, hier bij de lichtwachterswoning. Je kunt nog echt zien hoe de contouren van het landschap, dit is de oude haven, hoe dat eruit heeft gezien. Werelderfgoed Schokland is natuurlijk hartstikke bekend. Bij toerisme misschien nog een beetje te onbekend, maar heeft heel veel mogelijkheden. En wat aardig is, iets anders wat hier in de Noord-Oostpolder natuurlijk steeds bekender wordt, is het Waterloo Bos, waar die grote waterstaatwerken uitgeprobeerd werden vroeger. En het aardige idee is dat ook de gemeente Noord-Oostpolder nu bedacht heeft, als wij dan zouden we geen watervaarverbinding kunnen maken tussen het Waterloo Bos en hier Schokland. En dat lijkt te kunnen. We hebben eens gekeken op allerlei plekken. Het is onder doorgang onder de snelweg. Het lijkt overal breed genoeg. Het is een uitdagend idee, want hoe leuk zal het niet zijn als je straks kunt varen van het Waterloo Bos naar Schokland op de fiets terug. Echt door dat hele mooie gebied hier in de Noord-Oostpolder. Echt een mooie plek die langzaam maar zeker ook qua toerisme steeds interessanter wordt. Nou ja, dat is iets waar we met z'n allen blij om mogen zijn. Leuk werkbezoek.